Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 30 mei. Circus Seim trekt circa 2500 bezoekers. Celisse Wal veiliger door signaalpalen. En de heilige bloedprocessie werd opnieuw afgelast. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Circus Seim trok dit weekende in totaal ongeveer 2500 bezoekers. Muziekkapel, De Volle Blaas, Stichting Brabant Centrum, Bokstel Vooruit en Zorgzaam Bokstel hebben het evenement georganiseerd. Zij zorgden er bovendien voor dat zorgbehoevenden en mensen met een smalle beurs het evenement gratis konden bezoeken. DBC Nieuws sprak de organisatie en kon het niet laten om een bezoekje te brengen aan de wondere wereld in de piste. Alexander, Circus Seim in Bokstel, hoe bevalt dat voor jullie? Ja, hij is geweldig natuurlijk hier. We hebben een fantastische locatie. We geven 9 voorstellingen die eigenlijk allemaal helemaal uitverkocht zijn voor een bijzonder publiek. Het is een fantastische sfeer en bovendien kunnen we hier genieten van een circusorkest, wat we normaal gezien niet hebben. Ik werk bij een zorginstelling. En daar heb ik vorig jaar de kleine versie van het Circus Seim gehad. En toen dacht ik, god, wat zou het gaaf zijn om dan samen De Volle Blaas als circusorkest een keer naar Bokstel te halen. Circus Seim verzorgt verschillende soorten voorstellingen. Naast optredens voor publiek werden deze ook speciaal voor gehandicapten en senioren opgezet. Dames en heren, jongens en meisjes, hoogheid publiek. Ik heet en u van harte welkom bij Circus Seim. De artiesten van Seim geven zo'n 70 kleinschalige voorstellingen per jaar voor deze doelgroep. In Bokstel werd dit onderdeel van het circus wat groter dan gebruikelijk opgezet. Bovendien werd besloten om ook mensen die wat minder te besteden hebben uit te nodigen. Zelfs het circus vond het uniek hoe het evenement in Bokstel tot stand kwam. Er waren afgelopen weekend in totaal 9 voorstellingen. Per optreden zaten er circa 300 bezoekers in de tent. Een doel hebben waar mensen mee verbonden worden. Daar gaat het eigenlijk om. Dus we hadden gedacht dat we nou mensen die in de zorg, die mensen met een beperking, mensen die het moeilijk hebben, mensen die arm zijn. Als we daar dingen voor kunnen doen. En toen hebben we een hele hoop vrienden gevonden die eigenlijk voor die 2200 kaart hebben gezorgd. We hebben veel ervaring met het organiseren van evenementen. Op die manier hebben we ook heel veel vrienden. Zeg sponsoren, maar die vrienden die werken op allerlei manieren mee en die hebben op dit moment ook weer fantastisch medewerking verleend. Iets waar we geweldig, geweldig trots op kunnen zijn. We hebben vreselijk genoten. Zag ik u nou ook zwaaien en meedoen? Ja, want ik doe altijd mee als ik zoiets zie. En hoe vond je de clown? Heel gek. Hij ging steeds de bordenkap opmaken. U lacht helemaal. Hoe vond u het? Heel mooi. Voorzitter Marianne van der Sloot van de Brabantse CDA-fractie heeft vrijdag worstenbroodjes gemaakt bij bakker Jos van Eindhoven in Liemt. De provincie geeft jaarlijks 4 miljoen euro uit aan catering en de politica stelde een paar maanden terug cynisch dat Brabant bekend moet staan om zijn goede besluiten, niet om zijn geweldige broodjes. De Liemse bakker speelde daarop in en nodigde Van der Sloot uit voor een cursus worstenbroodjes bakken. Voor Van Eindhoven was het een manier om te zeggen dat Brabant wel degelijk bekend moet staan om het ambachtelijk werk van de bakker, dus ook om zijn broodjes. Maar hij bracht niet alleen zijn vak, maar ook zijn dorp onder de aandacht. Zo adviseerde de bakker met een knipoog om 1 van de 4 miljoen euro van de cateringkosten te reserveren voor 100 extra woningen in het dorp. Dit om de leefbaarheid op peil te houden. Van der Sloot sprak haar waardering uit voor de uitnodiging en de betrokkenheid van Van Eindhoven bij zijn dorp. De politica nodigde de bakker daarom uit om met het CDA op excursie te gaan naar de Tweede Kamer.
De bakker reageerde gevat. Het Brabantse worstenbroodje wordt binnenkort over heel Nederland uitgerold. Zo stelde Van Eindhoven. Liefst 160 mensen lieten zaterdag hun hersenen kraken. Kiske de Leest en Mark de Laat van The Brain hielden namelijk de 5e editie van de Open Bokserse Quizronde. Enkele tientallen teams togen langs diverse bokserse kroegen tijdens de lustige editie van het vragenspel. De deelnemers kregen een enorme variëteit aan vragen voorgeschoteld. Ging de ene vraag nog over Rasputin, de adviseur van de Russische tsaar Nicolaas II? De andere ging alweer over wielrenner Tom Dumoulin. Ploegen die meededen kwamen niet alleen uit Bokstel, maar ook daarbuiten was de Open Bokserse Quizronde populair. Het bleek wel toen de uitslag bekend werd gemaakt. Het beste plaatselijke team, het Kerkvolk, eindigde als 7e. Korsakoff Light werd eerste. De teams die buiten de prijzen vielen zullen het echter vast niet erg hebben gevonden. Want uiteindelijk liepen de deelnemers van kroeg naar kroeg, beantwoordden een paar vragen en dronken vervolgens een biertje. Wie er wel zwaar de P in hadden dit weekeinde, waren de meer dan 500 vrijwilligers en toeschouwers van de Heilige Bloedprocessie in Bokstel. Die werd zondag voor de 3e keer in 4 jaar tijd afgelast. Het weer was opnieuw de grote spelbreker. Niets leek de bloedprocessie dit jaar in de weg te staan. Volgens de weersvoorspellingen zou het zondag warm en benauwd worden, maar wel droog. Iedereen was er al klaar voor. Sommige groepen deelnemers stonden op het punt van vertrek bij de Sint-Petersschool in kostuum te wachten. Er vielen al wel een paar druppels, dus ging het bestuur van de Heilig Bloedstichting in beraad. Het weer leek echter wat op te klaren en tal van deelnemers stonden al opgesteld aan de burghakker om zich op te maken voor de tocht. Maar zij moesten nog even wachten op witte rook van de organisatie. Donkere wolken pakten zich echter samen boven Bokstel. Het evenement moest alsnog worden afgelast en Adam en Eva werden verstoten van deelname aan de bloedprocessie, alsof de duivel ermee speelde. Hopelijk zit het volgend jaar dan eindelijk een keertje mee. Magere Josjes. Zo worden de nieuwe signaalpalen in de wijk Selissen genoemd, die kinderen van de Amalia School moeten helpen oversteken. 2 weken geleden werden de signaalpalen geplaatst. Verslaggever Hans van Haren nam een kijkje. Vertel eens, waarom zijn hier die palen neergezet? Die palen zijn hier neergezet omdat wij in het SOP, dat is ons Selissen-Wal ontwikkelingsplan, zijn wij tot ontdekking gekomen. Dit is een van de punten, dat is de veiligheid in de wijk. En dit is een wijk waar die heel dicht bij elkaar zit, waar maar 2 of 3 wegen lopen. En dus moesten wij iets gaan doen voor kinderen. En dat hebben we gedaan met de school, Amalia School. Dat hebben we gedaan met de gehandicaptenplatform. We hebben een eigen werkgroep opgericht. En we hebben het gedaan in samenwerking met de gemeente. En ook nog met de seniorenraad. Maar hoe is het mogelijk dat deze palen veiligheid brengen? Deze palen brengen geen veiligheid, maar dat doen 30 kilometer borden ook niet en doen 50 kilometer borden ook niet. Wat wij dus gewoon stellen, dit gaan we met de school gaan we dit bespreken. We gaan met alle kinderen wandelen op deze veilige route, dat die palen het signaal zijn. Hier kun je een veilige route hebben, hier kun je oversteken. Het is nog niet helemaal klaar, want er komen dus ook nog tegels die daar naartoe geleiden en zo naar de school toe. Wat ik vreemd vind is, de afgelopen jaren is, en de laatste 10 jaar wel, is de wijk fors verbeterd, gerenoveerd en nieuwbouw gepleegd. Is er dan niet aan veiligheid gedacht? Als je totaal naar de wijk kijkt en hoe dicht het alles op elkaar zit en je kijkt naar het verleden van de baan der Herenweg, dat die ook naar de rand nog weer aangepast heeft moeten worden voor de veiligheid, omdat die te smal is, dat er groot in lagen, dus daar kon je amper fietsen. Maar er staat al 60, bijna 60 jaar staat er een gigantisch grote paal. Er staat een gigantisch grote paal en dat is het Mare Josje. En wij hebben dus gemeend om daar van het Mare Josje een duplicaatje te maken, die neer te zetten, omdat het toch een herkenbaar symbool is in de wijk. Ik wil wel één ding er nog bij zeggen. Deze kleuren, dat zijn de kleuren van de Prinses Amalia School, oranje-blauw. En dat is dus ook alweer herkenbaar voor de kinderen die daar op school zitten. En ook voor de ouders die daar hun kinderen naartoe brengen. Maar wanneer is de wijk veilig? De wijk is nooit veilig, want we hebben één motto. Leefbaarheid moet je blijven onderhouden. Ze hebben hier deze week van die palen neergezet met oranje-blauw. Weet u wat dat betekent? Is iets, heeft iets te maken met scholen, met oversteken voor de kinderen of zo?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze nog niet eens gezien. Weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat het iets te maken heeft met het oversteken van de kinderen. Je kunt er wel een oranje-blauwe pijl in zetten, maar ik kan net zo goed bij mij in de tuin zetten. Daar weet ook niemand wat hij verdient. Dit was DBC Nieuws voor deze week. Mocht u deze aflevering terug willen kijken, kunt u ook naar de website en Facebook van Brabant Centrum en Omroep Dommeland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.